We gaan het hebben over de videogame The Day Before. Want dat is me er wel eentje. Want is dit nu een magistrale game van een kleine studio die niemand nog kende? Of is dit misschien wel een van de grootste scams op dit moment in de videogamesindustrie? industrie Niemand weet het exacte antwoord. En dus ben ik even in die, ja, in die cases, uh, die casus rondom deze game, gedoken om toch dan een beetje zelf af te wegen waar we hier nou mee te maken hebben, want we hebben het hier niet zomaar over. Het is niet zomaar een dingetje. Um, het is een game gemaakt door uh, de developer en die heet Fantastic, maar dan de A moet je even kwijt. Het is dus Fantastic. Um, en het is een MMO uh, in een dystopische uh, post-pandemic Amerika. Nou, je kent het allemaal wel en jij speelt dan uh, een, een, ja, een, een overlever, een survivor... die zich uh, door de wereld, uh, dat, dat dystopische Amerika moet begeven... om uh, daar eigenlijk gewoon heel simpel te overleven. En dat, dat doe je dan in een online wereld. Uh, het is een MMO. Uh, je kunt het ook samenspelen als team, als squads. En... Er zijn natuurlijk wel meer van dit soort games. Maar deze game, toen hij in 2021 werd aangekondigd. Uh, kwam hij, uh, uh, dat hij naar Steam zou komen. staat hij op de nummer twee gewishliste uh, games überhaupt op Steam. En wishlist, dat is dus eigenlijk. mensen hebben zoiets van. ah die wil ik hebben, die wil ik hebben. Ik wil alles weten wat er over deze game uitkomt. Um, de nummer één was Hogwarts Legacy. En daaronder dus meteen The Day Before. Nog boven een Starfield, uh, boven een Hollow Knight Silksong, boven Forspoken, noem maar op. Al die games, Superman, uh, nee, Superman, Spider-Man, al die games die staan lager op de wishlist dan de Day Before. Dat is ongekend. Heel veel mensen wilden deze game zien. En deze announcement trailer die je op dit moment ziet, die zagen wij ook. Uh, en wij waren ook absoluut flabbergasted: van holy fucking shit, wat ziet dit er goed uit? Uh, een dystopische wereld uh, waarin je dan echt kan survivalen. Uh, je wapens kan upgraden, uh, je uitrusting kan upgraden. Um, alles is open, er gebeurt van alles. Waanzin, totale waanzin vanuit het. Niks. En um, dat is apart. Dan denk je: waarom ken ik deze gasten niet? Want dit is niet iets wat je na één jaar uh, 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 gameopleiding leert maken. Dit is opzienbarend. Uh, dit, dit gaat boven veel van de games die we op dit moment zien van gerenommeerde developers. Waar komt dit vandaan? En dat zorgde ervoor dat er heel veel sceptisch kwam rondom de day before. Vanaf 2021 tot aan nu, 2023 februari. En um, er zijn ook gegronde redenen voor om sceptisch te zijn. Daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst beginnen bij het begin. Um, de, uit, de uitgever heet dus Fantastic. Uh, en um, hebben zij überhaupt dan games gemaakt? Nou. Dat is een klein onderzoekje, dan kom ik er wel. Uh, in ieder geval is het in 2015 opgericht, deze, uh, deze studio, door de Kotovtsev broers. Uh, en dat deden ze in de schitterende stad Jakutsk. En als je nou niet weet wat Yakutsk, waar dat ligt, nou, dat is dus de hoofdstad van de Autonome Republiek Jakutsk. Dus Jakutsk, de hoofdstad. Ligt in Yakutsk. Dat maakt het uh, toch wel een stuk duidelijker. Uh, het is een onderdeel van het grotere gedeelte Siberië. Ik ben nog even geweest googelen. Uh, het is daar gemiddeld in de winter min 39. Nou, het lijkt me een hele lekkere plek om, om games te gaan bouwen. Want buiten wil je niet zijn. Het is maar drie, na, drie maanden per jaar is het, uh, is het een beetje 19 graden of hoger. En dan opeens in augustus is het dan 38 graden. Het is een absoluut landklimaat. En het is de enige grote stad ter wereld die op... Permafrost is gebouwd. Het is dus echt gewoon fucking ijstoendra waar Yakutsk uh, ligt. Uh, ik had er ook nog nooit van gehoord. Uh, nou, we weten het nu. Daar wordt deze game. althans, daar ligt de origine van uh, Fantastic. Nou, goed. Ze hebben een aantal games gemaakt. Als je naar hun website gaat. Ze hebben games gemaakt. Ze hebben apps uh, in de aanbieding. En ze hebben diensten in de aanbieding. Welke games hebben ze dan gemaakt? Nou, laten we ze even doorlopen. De allereerste game die ze gemaakt hebben, is, uh, uh, kwam in 2016 uit na afloop van een Kickstarter-project. Dus ze hadden niet echt een investeerder. Het was een Kickstarter-project. En het heette The Wild eet, Dus de, de, de wilde acht, als het ware. Nou, dat zie je hier. Het is een beetje een top-down survival game in de sneeuw. Logisch, als je in Jakutsk uh, woont... dan denk je dat de hele wereld onder een laag sneeuw ligt. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat weten zij natuurlijk niet. Ehm... Um, en um, deze game, nou hier zie je trouwens de, de Jakovts. Uh, uh, de hoe heet ze nou? De Gotovtsev broers. Um, Top-down survival uh, horror-achtige game. Vrij snel dat deze game werd uitgebracht door hun, hebben ze het weer verkocht aan Hype Train Digital. Uh, naar verluidt, omdat ze een intern conflict hadden. Misschien hadden de twee broers beef met elkaar, maar een intern conflict hadden. En de richting waar de game naartoe moest. Daar kwamen ze dus niet uit. Nou, goed. Dan gaan er alweer. Eh, de, 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 na, de, de zogenaamde red flags krijg je dan. Er zijn een aantal mensen die zeggen: ja, oké. Okay. Uh, dat zou zo kunnen zijn, maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen zijn dat deze game voor geen ene meter liep. En als je kijkt naar uh, de Steam-cijfers op dat moment, dan hadden ze nog een paar honderd spelers die online waren. En dat ze zoiets hadden van: hey, fucking hell, uh, Hype Train Digital, die willen het nog kopen. Dan kunnen we in ieder geval nog een paar roebel voor krijgen. Laten we dat dan maar doen. In plaats dat wij er onze eigen roebels in gaan uh, storten voor iets wat eigenlijk uh, nul traction heeft. Dus uh, kleine game, leuke game, maar denk ik ook gewoon een game die. Heel veel indies ook zouden kun, kunnen maken. Uh, dit staat nog wel redelijk ver af van de Debi Before. Hè? Leg dat even naast elkaar en dan weet je waar ik het over heb. Uh, volgende game, 2017. <coughs> de, nou, the Dead Dozen. Uh, nou, ze houden iets met, met cijfertjes. Dus de Wild Eight, de Wilde 8. En nu hebben we de uh, Docijn Dojen. Uh, dit was ook weer een survival horror game. Je weet het wel, ook weer in de sneeuw. Hé, hey, Yakutsk. De hele wereld ligt onder de sneeuw. Uh, het was een online game. Je speelde 4 tegen 1. Uh, ja, ze noemen dat vaak een asymmetrische uh, shooter. En eigenlijk kunnen we hier <coughs> heel uh, makkelijk over zijn. Dit stierf ook een vrij snelle dood. Vooral omdat het nogal buggy was. Het was behoorlijk buggy. Dus op een gegeven moment zagen ze daar in Jaccoet ook wel in van fucking hell, uh, we krijgen deze hele shit niet helemaal proper. Weet je wat? Laten we er gewoon mee stoppen. Dat deden ze, want ze gingen een andere game maken. En die kwam ook in 2018 uit. Um, ja, toch wel een iets andere game. Maar het stijltje hè, is nog steeds een beetje cartoony. Die heette Radiant One. Weer een cijfer erin. The Wild Eight, Dead Dozen en Radiant One. Nou, je ziet ook weer toch wel een typische indie-look. Uh, nogmaals, uh, ik wil het niet negatief uh, noemen, maar. Doable, laat ik het zo zeggen. Top-down. Survival. <coughs> um, ja, een beetje, 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 beetje weird-achtig. Uh, je ziet het ook hier. Is het slecht weer. Waarschijnlijk vanwege Yakutsk. Um, een leuk spelletje. Ik dacht dat dit mobile was. Maar ik weet het niet helemaal zeker hoor. Oh nee, hier. Het Steam, uh, mobile en Xbox. De um, oh, game is uitgekomen. <coughs> Om nou te zeggen dat het succes was. Nee, ook hier zaten wel wat bugs in. Zaten wel wat glitches in. We geven het predicaat leuk. Leuke game. Er uh, zijn er heel veel van. Niks mis mee. Uh, mogen ze best wel trots op zijn. Goed. Radiant One hebben we dus gehad. Gaan we naar de volgende game die ze hebben gemaakt. Um, dat was al een game die in 2021 uitkwam. En die heette Prop Night. En die game is denk ik wel het grootst van hun allemaal. Um, want ik heb bijvoorbeeld in Nederland ook een aantal streamers uh, deze game kunnen, speel, uh, kunnen uh, 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 zien spelen. Ook hier weer asymmetrisch. Uh, ja, je hebt survivors en eentje is de killer. Nou, je, je moet wat dingen uh, fixen in, 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 in deze omgeving, in dit, hu in dit huis. Uh, Physics-based. Dus nou, ze hebben waarschijnlijk met ragdoll-physics iets ontdekt. Dus dat vonden ze leuk om dat dan de hele tijd te doen. Uh, ja, wat moet ik, moet ik zeggen? Laat ik hier maar gewoon weer het predicaat op gooien. Het is leuk. Het begon ook weer met een open beta. Early access, et cetera, et cetera. Funding. En om nou te zeggen dat er heel veel geld binnenkwam. Nee. Absoluut niet. Vier games dus. Dat is eigenlijk hun portfolio op videogame gebied. Daarnaast apps, services uh, uh, voor mensen die in jacoets en omgeving wonen. Om daar iets leuks mee te doen. Uh, dat was hun business. En um, het zijn allemaal... Leuke games. Maar ik begrijp ook wel dat heel veel mensen die de video-industrie kennen, zoiets hebben van: oké, okay, om van hier in 2021, hè, dat was de laatste game, uh, Prop night, de game was zeker niet flawless, uh, om vanaf daar naar de debut voor te gaan. Een game die op de Unreal Engine gebouwd gaat worden en die uh, de, de, een van de meest gewilde games aller tijden op Steam wordt. En dat is vooral omdat het er gewoon opzienbarend, innoverend, et cetera, cetera uitziet. Beetje ify allemaal. Daar kwam dus de skepsis um, uh, vandaan. Um, fantastic, dus. En uh, ja, wat, wat voor mensen zijn het dan? Um, en. Die vraag stellen heel veel mensen. We hebben natuurlijk een tijd geleden, volgens mij heette dat Abandoned, ook zo'n game gehad in Nederland. Van een studio die niemand kende. Er kwam er ineens een een, een een trailer online dat iedereen dacht: Holy shit, man, het is net zo breed als Silent Hill. Is dit Kojima? Nee, het is een Nederlandse studio. Bestaan er die mensen die überhaupt? Bestaat die studio wel? Ja, die studio bestaat wel. Maar heeft eigenlijk nog nooit echt wat opzienbarends gemaakt. Et cetera, Vaag, 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 vaag. Je wil weten wie die mensen zijn. Nou, in het geval van de Bandit zijn we er nooit echt helemaal achter gekomen wie dat zijn. Uh, we hebben wel wat foto's gezien. Maar in het openbaar is de man niet verschenen. Um, Fantastic kreeg die klachten ook. En toen dachten ze: weet je wat? Dan moeten we gewoon een video maken van onszelf, hoe wij te werk gaan en hoe wij enthousiast werken aan de day before. En ik dacht, weet je wat, dan laat ik gewoon die video even zien. Vandaag gaan we je you our office at Fantastic en hoe we op The day before werken. Het meest game op Steam Digital Store. Let's fly to Singapore! Was a long time ago. Rewind now our office is here in the continent app. Let's see. Like a marathon, we've been creating the day before for four years, day after day. And during this process, life goes on. Okay, timeout, out, time out. Uh, a bit weird, toch? Allemaal. Geef je bedoel? Ja, goed, dit zijn dus die twee broers en die vertellen dan: van ah, we gaan naar de Studio houden. "Oh nee nee, we doen alles uh, allemaal op afstand met elkaar. Mensen zitten in Casablanca en op het strand en fucking ergens in Siberië te werken. Uh, <tosses> dit is dus een beetje van we bestaan wel degelijk. Zijn mensen aan, de, aan deze game aan het werk. Je ziet toch dat je ziet toch iemand aan een toetsenbord werken en et cetera et cetera. Het is weird, het is weird. Um, dat verhaal, dat bleef maar de hele tijd aan hun kont hangen. Hè. We, aan het begin hebben we die trailer gezien. Die werd in 2021 uh, aangekondigd. Um, mensen gingen al snel uh, die trailer ontleden. En zeiden iets van, oké, okay, ze beloven heel veel. Een open wereld, MMO, et cetera, et cetera. Je kan alles doen. Maar je ziet helemaal geen open wereld. Het is vrij lineair. En hele stukken gameplay... Lijken ook wel, laat ik het nu nog even uh, heel netjes zeggen: geïnspireerd op andere games of gekopieerd. Uh, de gameplay is een beetje iffy of hebben we überhaupt wel echt gameplay gezien. Is dit niet gewoon een CGI-trailer die in elkaar geknutseld is? En er is helemaal geen game. Dat was het. Er is geen game. Dit is. En daar komt dan voor de eerste keer het woord, dit is een scam, weet je wel. Ze willen uiteindelijk geld hebben, uh, wie weet voor je, via de early access, uh, wat ze allemaal uh, gaan opzetten. Uh, maar er is nog helemaal geen game. En dat verhaal bleef maar <coughs> rommelen, rommelen. Ook door hun eigen fout, want ze zouden op D3 iets over games laten zien. Toen hebben ze een tijd lang een... Uh, een, een een soort van presentatie online zouden ze dan gaan houden. Dat werd ook de hele tijd uitgesteld. De game werd zelf een paar keer uitgesteld. Uh, en uiteindelijk hebben ze er dus maar voor gekozen om een aantal weken geleden een nieuwe gameplay trailer online te gaan zetten. Nou, die, die, die trailer die zetten we gewoon nu even aan. Dit is de befaamde 10 minuten durende gameplay trailer die in februari online kwam. Waarvan ze zeiden: Tadaa, zie je wel? Gameplay, we maken gameplay. Want hier zie je. Gameplay, um, dit zijn ook je moet dit ook niet te licht nemen, want deze trailer en de andere trailers zijn ik dacht bijna al een miljoen keer al bekeken. Dat is echt heel erg veel voor een kleine studio. Iedereen is dus blijkbaar um, heeft zijn ogen op deze game gericht en blijft deze game volgen. En ik ga er nu even eventjes heel blanco in, dan denk ik van, fucking hell, dit ziet er, dit ziet er wel bruut uit. Dit komt wel dicht bij iets wat ik heel erg tof vond. Wat ik ook bijvoorbeeld tof vond aan The Division. Feitelijk zo'n hele grote stad die je voor je ziet liggen en je weet ik moet gaan survivalen. Uh, uit elk huis kan een infected of een zombie of wie dan ook komen. Uh, mijn wapens zijn nog niet goed. Waar ga ik de betere stukken voor mijn wapen of voor mijn uitrusting vinden? Uh, en de hele stad is jouw terrein. En dat idee, dat gevoel, dat geven die mannen uh, van Fantastic jou heel goed mee. Dat hebben ze heel goed voor elkaar gekregen. Dat gevoel krijg je. De, het level van detail is redelijk indrukwekkend. En uh, de Division begon ooit ook zo en uiteindelijk zijn we daar ook een beetje in gefopt, weet je wel? De trailers die we op de E3 hebben gezien bleken achteraf toch wel extreem opgepoetst. Uh, de straten waren veel minder rustig. Je kon ook weer niet overal in, et cetera, et cetera. De belofte was een klein beetje vals. Goed, deze trailer. Hij kwam online. Mensen hadden wel zoiets van de eerste reactie van nou oké, okay, ziet, ziet er wel breed uit. Het lijkt wel alsof dit inderdaad gameplay is. Totdat natuurlijk mensen zoiets hebben van oké, okay, wacht even, we zijn al één keer gefopt. Dan gaan we het nu ook echt goed onderzoeken. En dat is wat ze uh, gedaan hebben. En Um, het rare is, er zijn gewoon een aantal overduidelijk bewijsbare red flags in de hele trailer die je hebt gezien. Um, volgens mensen die dit echt hebben, mini hebben zitten ontleden, deze video zit het gewoon vol met um, ja, assets van andere bedrijven. Oftewel. Niks hebben ze zelf ontworpen. Ze hebben niet zelf de huisjes gemaakt. Ze hebben niet zelf de omgeving gemaakt. Nee, ze hebben gewoon op marktplaats. En die heb je gewoon virtuele marktplaats voor de Unreal Engine. Hebben ze gewoon complete assets uh, naar binnen gehaald. En die ook daadwerkelijk één op één. Gewoon in die game gezet. Dat is niet helemaal zoals je hoort te werken. Meestal. Het gebruik van assets is vrij normaal. Je hebt er hele, hele ja, banken voor waar je dat uh, allemaal kunt ophalen. Uh, maar dan ga je het zelf een beetje bewerken. Zodat het een eigen smoel is. Zodat het jouw assets uiteindelijk wordt. Nou, dat is dus in dit geval uh, niet zo. Uh, mensen konden vrij snel uh, aangeven waar ze deze assets vandaan hebben gehaald. Uh, we hebben het echt over. De uh, ambulance, de uh, medical waste, de uh, tow trucks, de dumpsters, de garbage, de uh, huizen en de objecten uh, in tuinen. Rechtstreeks gewoon één op één overgenomen uit die databases aan materiaal uh, die al gemaakt is door andere studio's, die je vaak voor 100, 200, 300 dollar kunt kopen. En uh, rechtstreeks gewoon in die game gezet, zonder daar ook dan ook maar zelf. Um, iets aan te veranderen. Um, ik ga een paar letterlijke voorbeelden geven. En dat ga ik dan ook eventjes in beeld laten zien. Uh, zodat je daar een wat beter. Uh, uh, zodat je een beetje snapt waar uh, de critici op doelen. Bijvoorbeeld, uh, aan het begin zag je dus een suburb. Een, een soort van voorstadje. Je, je komt die stad in. Die is dus letterlijk overgenomen van uh, developer Prophouse. Um, dat wat ze verkopen heet de Residential Houses Modular Pack. Die kost 109 dollar. Vind ik eigenlijk helemaal niet zo duur. En die hebben ze gewoon één een op één een overgenomen uit de package en uh, gewoon in de game gezet. En uh, de makers van deze package, Prop House, die kwamen ook al vrij snel met een tweet... Die we ook hebben. En in die tweet gaven ze eigenlijk aan. Van kijk uh, uh, jongens. Uh, dit lijkt toch wel heel erg wat we op we zelf hebben gemaakt. Weet je wel. Um, en inderdaad. Dit zijn de beelden. Die gebruik hebben gemaakt. Die, die huizen die er allemaal zitten. Die komen rechtstreeks uit uh, dat uh, uh, Residential Houses Modular Pack. Die ze voor 109 dollar hebben gekocht. En gewoon zomaar eventjes links en rechts in die game hebben gezet. Om... Uh, uh, ja, om in ieder geval die suburb op te bouwen. Dus niet helemaal zoals je het zou moeten doen. Nou, daarnaast zijn er nog veel meer voorbeelden. Ik ga ze echt niet allemaal opnoemen. Uh, daar zijn prachtig, ook prachtige youtube video's over gemaakt. Uh, even kijken. The Last of Us. Daar is bijvoorbeeld de cover een beetje van overgenomen, uh, daar hebben we ook een afbeelding van. Uh, nee, dit is The Division. Uh, hier zie je dat, ja, dit is The Last of Us. Uh, hier zie je dus inderdaad dat tankstation. Nou, dat hebben ze eigenlijk ook een beetje. Ja, niet helemaal. Maar het, is wel, het lijkt wel echt verdomd veel uh, op elkaar. Um, Snowrunner is een andere game. De Cars in the Snow hebben ze daar weer vandaan gehaald. Dan heb ik, en dat zag je net ook al, een screenshot van The Division. Uh, dat die man die, die door die stad gaat lopen. Nou, kijk eens hoeveel dit min of meer. Uh, op elkaar lijkt. Het viewpoint is hetzelfde. Uh, ik, ja, het is niet letterlijk. Ze hebben er wel wat aan gedaan, maar ze hebben hele stukken daarvan overgenomen. Uh, de trailer hebben ze van Call of Duty Zombies. Uh, de manier waarop hebben ze dat overgenomen. Uh, de mol in de trailer, uh, die komt uit Spider-Man Miles Morales. De uh, gas station, de first race, Life in Strange. En zo kan ik nog wel... Ik, ik kan nog heel lang doorgaan. Het zijn allemaal elementen. Uh, kijk, het is niet zo dat die game... Dat ze uh, uh, hem niet gemaakt hebben. Bedoel, uiteindelijk hebben ze wel dingen bij elkaar geflikkerd. Om daar in ieder geval iets gameplay achtigs van te tonen. Alleen al die assets. Die hebben ze gewoon. He ja, het lijkt er gewoon op heel snel uh, in elkaar gezet. En dat snap ik ook wel. Want er was een soort van paniek. Van iedereen blijft maar roepen van de hele tijd. Want die de aanleiding was: die game zou gaan uitkomen 1 maart van dit jaar. Nou. Insane, uh, ze zeggen dat ze vier jaar aan deze game hebben gewerkt, uh, weet ik niet. Uh, in januari uh, gaven ze al aan dat ze een switch moesten maken naar de Unreal Engine 5. Nou, heel veel mensen zeiden al van als dan 1 maart de release is en in januari stap je over naar de Unreal, 5, Unreal Engine 5, ga je niet halen. Weet je wel, dat is een beetje onzin. Dat was al een beetje weird dat ze daar een soort van excuus van gebruikten. Vervolgens hebben ze hem weer uitgesteld. Nu naar uh, november 2023. Uh, volgens mij is er ook nog zelfs een, een letterlijke datum bij. 10 november. En dat had alweer te maken met een dispuut. <coughs> een dispuut over een trademark. En de trademark betrof dan uh, the day before. Zij zeiden, die naam hadden we, uh, die wilden we gaan neerleggen. Heel raar, want ze zijn al vier jaar met deze game bezig. En toen wisten ze al waarschijnlijk dat het de day before gaat heten. Maar blijkbaar hebben ze er geen trademark neergelegd. En toen ze dat wilden doen, vlak daarvoor, vlak daarvoor kwam er opeens een onbekend iemand die die trademark in Amerika wilde neerleggen. Het zou natuurlijk kunnen, het zou natuurlijk kunnen dat zo iemand dacht, hey, de day before, oh wow, die trademark is nog niet neergelegd. Het is de meest gewenste game op Steam. Die flapdrollen hebben gewoon de DB4 nog niet uh, vastgelegd en de DB4.com en weet ik allemaal wat, dan doe ik dat. Dan zullen ze het van me moeten kopen en dan kan ik gewoon centjes verdienen. Gebeurt wel vaak, dus het zou kunnen, maar het is een beetje raar. En toen zeiden ze van ja, het moet nu weer negen maanden uitgesteld worden, daardoor. Dus dat, dat maakt het een beetje raar. En toen begonnen mensen allemaal te roepen, natuurlijk, van die game bestaat gewoon niet. Die game is er helemaal niet. En net als met Abandoned op een gegeven moment, de meeste mensen zeiden: die game is er niet. Ik bedoel. Iemand loopt iets te verkopen, iets te proclameren wat niet bestaat. Nou, Fantastic deed dan wel wat, wat men bij Abandoned niet deed, namelijk een gameplay trailer laten zien. Die hebben we net gezien, die 10 minuten. Uh, alleen, ja, die lijkt dus in een no tempo in elkaar gezet te zijn en nog steeds heel weinig echte gameplay te tonen en ook niet dat. Open wereldachtige te laten zien. Wat je meestal doet als je een open wereld hebt, is dat je toch duidelijk laat zien dat je heel snel van A naar B kunt gaan. Je laat verschillende omgevingen zien. Je laat zien wat je allemaal qua gameplay doet. Dat zit er allemaal niet in. Mensen waren niet overtuigd. Waren niet overtuigd dat het een gameplay uh, was. Dat het ook de actual gameplay was. En dus uh, maakte. Uh, fantastic. Nog een video van 40 seconden. Een hele korte video. Die zetten ze ook op YouTube op hun kanaal neer. Waarin ze aangaven dat ze. Uh, nee, ze lieten gewoon zien iemand op kantoor. die die game aan het spelen was met muis en toetsenbord. <coughs> en heel veel mensen zeiden meteen: Even weken. Dat wat ik zie op het beeld. dat is niet wat hij doet met zijn hand. En binnen no time was die video ook weer verdwenen. Naar verluidt, dat is het excuus. Uh, copyright claim vanwege de Day Before uh, uh, Trademark Issue. Ook een beetje iffy. Dus um, ja, er zijn zoveel red flags, zoveel dingen... waarvan je zegt van, dit voelt gewoon weird. En dus heb je nu eigenlijk twee kampen in, uh, in de gamingwereld. En een kamp die zegt, uh, of die hoopt dat het toch waar gaat worden... Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje neig naar dat kamp, want ik zou dit heel graag willen spelen. Dit dus lijkt me hartstikke leuk. Ik bedoel, MMO vind ik een beetje eng, maar oké. Okay, ik bedoel, het is wel echt iets wat ik heel tof vind. Die, die dystopische wereld waar je gewoon dagenlang in kan ronddwalen op zoek naar missies, battles, gear die je kunt vinden. Dat vind ik heel erg tof. Dus ik hoop dat dit waar is. En heb je het andere uiterste, dat is mensen die regelrecht roepen... dit is een scam. Trap hier niet in. Deze game gaat nooit uitkomen. Het bestaat namelijk niet. Er is nog een middenweg. Er is nog zeker een middenweg uh, te benoemen. Namelijk, dat uiterste, dat het een scam is... dat is bijna een, een criminele activiteit. En ik heb tot nu toe nog niet echt gezien dat ze geld wilden verdienen. Dat zou kunnen als ze kickstarters gingen doen... Uh, als ze early access gingen doen... Uh, dat je alvast van tevoren ging betalen, et cetera, et cetera. Dat heb ik nog niet helemaal gezien. Dan is het wel echt een doelbewuste scam. De middenweg is namelijk dat dit een... Uh, hele ambitieuze developer is... Uh, wat bij Abandoned misschien ook het geval is geweest. Gewoon een ambitieus developer, ambitieus team... Die zoiets had van... Die games die ik tot nu toe heb gemaakt... Okay, dat, ja, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Dat is een beetje rommelen in de marge. Ik wil nu echt gewoon een klapper gaan maken. Ik heb een idee. En um, ik ga het gewoon proberen. Ik zet gewoon hoog in. Ik, ik ga gewoon een beetje bluffen. Ze hebben die trailer uh, ge, ge, uh, neergezet... Uh, die hebben ze dan inderdaad. Dat denk ik dat dat wel vrij sluitend is. Ze hebben gewoon een CGI-achtig iets in elkaar geknutseld. Dat was nog helemaal niet echt een game. Uh, um, ze hebben gewoon iets in elkaar gezet. Zijn daar de markt mee opgegaan en tot de verbazing werd dat gewoon um, super populair op Steam. Nummer 2 na Hogwarts Legacy. En je weet hoe fucking groot die game is. Um, en daardoor zijn ze overweldigd. Want in één keer was iets wat misschien een langzaam aan project was van, oké, okay, we bouwen dat gewoon gestaag op en uiteindelijk komt er wel een moment dat het af is, werd een project wat de hele wereld wilde hebben. Nu, 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 meteen, maak het af. En dat leverde een soort stress op uh, die ze niet konden beantwoorden. Omdat steeds meer mensen ook zeiden van, het is geen game, ze gaan dit nooit afkrijgen, waarom de hele tijd wordt die game uitgesteld, wat zijn dat voor vage redeneringen van trademark issue, uh, wat had je nog meer, een uh, 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 de overstap naar Unreal Engine 5. Uh, kijk nou eens wat voor games ze eerst, eerst maken. We geloven het niet. En toen zijn ze in een paniekmodus gegaan. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van oké, okay, misschien zijn we iets te ver gegaan. En moeten we gewoon toegeven dat we iets te ver zijn gegaan. Dan moeten we het een beetje downscalen. Uh, maar downscale is iets wat over het algemeen bazen niet zo heel leuk vinden. Want met downscalen ga je niet meer geld verdienen. Met een hype ga je wel geld verdienen. Dus ze wilden die hype omhoog houden. En dus komen ze uh, uh, met een nieuwe gameplay demo. De baas heeft gewoon gezegd: fucking hel jongens, we moeten nu heel snel een gameplay demo in elkaar zetten. Uh, wie hebben we allemaal 100 man die overal en nergens ter wereld aan het werk is. Wat kunnen we doen? Uh, Fuck hel, we kopen gewoon uh, heel veel van die assets gewoon online op marktplaats. En we knutselen wat in elkaar en dan. Op hoop van zeggen dat mensen het niet doorhebben. Helaas, jongens, de community is niet dom. En tegenwoordig heb je zoveel tools online om dat allemaal uit te vinden en met elkaar te vergelijken. En het ook wereldkundig te maken. En dan wordt het nog een groter verhaal. En dat is nu de stand van zaken waar het nu staat. En ik bevind mij dus in dat middenkamp. En uh, ik geef ze nog een klein beetje voordeel van de twijfel. Puh! Hoop, pure hoop, want het lijkt me echt heel erg vet wat ze maken. Maar het ruikt wel een beetje vreemd. Het is allemaal wel een beetje iffy. En ik kan niet heel veel vergelijkbare voorbeelden... in mijn 20, 30 jaar dat ik het doe... Uh, voor de geest halen van een bedrijf die eerst een leuke game maakte... met totaal andere graphics en uh, mechanismes erachter... en die ook nog eens een keer helemaal niet technisch perfect waren... Vervolgens naar een game. die bijna alles wegblaast. gemaakt door honderd man. verspreid over de wereld. die niemand kent. Ze hebben nog een oproep gedaan voor vrijwilligers. wat al heel raar was. Um, en dat zou dan opeens. de next big thing moeten zijn. Let wel, PUBG was dat ook. Er zat wel een groot bedrijf achter. Uh, Fortnite was ook zoiets. Er zat natuurlijk wel Epic achter. Ook een groot bedrijf. Weet je, het, het komt niet. Nou, ik zeggen, het komt zelden zomaar uit het niets. De day before dus. Het is een mysterie. Um, het lijkt een scam te zijn, maar. Um, ja, uiteindelijk gaan we het zien. En um, het enige wat ik je wel kan meegeven: als dit in early access komt, of als er een kickstarter komt. Pas op. Pas op wat je doet. Uh, uh, ondersteunen. Wie weet, maar gaan er niet grof geld in zetten. Want ik, ik weet het niet, man. Ik weet echt niet of dit uh, waar. Het zit ook fucking ergens in Jakutsk, weet je wel. Ik bedoel, dat is ook niet echt een gebied uh, uh, waar je nu precies kan achterhalen wat er allemaal aan de hand is. Um, het, is het, het, het is een weird verhaal. Maar dit soort gekke verhalen maken het wel leuk om video's over te maken. Dus vandaar dat ik dat gedaan heb.